eerste helft was zeer goed. Daarna de middelste rondes hadden het een beetje moeilijk. Ze kwamen terug. Maar ja, het laatste eind zaten we er weer bovenop. En hebben we gewoon de wedstrijd binnengehaald. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Hebben jullie het te lang spannend gehouden voor je gevoel? Ja, voor mijn gevoel had het wel iets eerder klaar mogen zijn. Maar om het alsnog zo af te maken, dat is geweldig natuurlijk. Wat kan je zeggen tot nu toe van het evenement? Wat vind je ervan, het EOF? Ja, nou, het is goed georganiseerd. En ja, heel aardige mensen. Iedereen wil helpen. En voor ons zijn de condities heel goed, dus daar zijn we heel erg blij mee. En wat hoop je uit dit evenement mee te nemen? Ja, het is vooral ervaring voor mij. En ja, extra wedstrijden. Dus ik zie andere teams, nieuwe strategie, dus we kunnen veel leren hiervan. Ik heb nog meer plannen, klopt. Ik speel ook nog met de heren. En ja, we gaan in april speel ik het WK in Edmonton. En ja, daar hopen we ook te gaan presteren om een ticket voor de Olympische Spelen te halen. En hoe bijzonder is het dat curling ineens een beetje op de kaart komt te staan? Ja, het is heel bijzonder natuurlijk. Want ja, bijvoorbeeld, dit is de eerste keer sinds 1994 dat we weer op een WK staan. En de eerste keer ooit dat we een OKT spelen. Dus ja, het is geweldig om mee te maken dat de sport in de lift zit.